Welkom Sterke Broeders. En vandaag hebben wij een vraag van Christian van Münster. En Christian stelt de volgende goede vraag. Is cardio een goede toevoeging op je trainingen als je focust op het sterker worden? Oftewel, ga je cardio doen als je richt op krachttraining, als je richt op kracht opbouwen? In mijn ogen, ja, het heeft nut. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik het niet altijd doe. Ik zou wat meer cardio moeten doen, maar ja, niet iedereen is er fan van. Maar waarom is dit goed? Als je naar het menselijk lichaam kijkt. Je hebt je hoofdslagader, in ieder geval je slagader. Dat is zeg maar de toevoer van het bloed door het lichaam heen. En aan de andere kant heb je een normale ader die voert het bloed weer af. Om een makkelijk voorbeeld te geven. Stel je voor dat mijn, is niet het geval, maar stel je voor dat mijn hoofdslagader aan deze kant zou lopen van mijn bicep, dus aan deze kant. En aan de andere kant loopt mijn slagader, mijn ader die hem weer terugvoert naar de andere kant van het hart. Dus bloed komt er naartoe, bloed gaat weer terug. Om van de ene kant naar de andere kant te komen, moet het bloed door de spier heen naar de andere ader toe, zodat het terug kan natuurlijk. Tussen deze twee aders in, daar zitten allemaal haarvaten. Haarvaten zijn eigenlijk een soort van hele kleine aders. En die haarvaten die kunnen voedingsstoffen afgeven aan de spieren. Die haarvaten die zijn verschrikkelijk klein. Het bloed wordt daar eigenlijk doorheen geperst. En zo kan het dus voedingsstoffen afgeven aan je spieren. En kunnen die sneller herstellen. Dan voel je hem al waarschijnlijk al aankomen. Ook als je aan krachttraining doet, maar voornamelijk als je aan cardio doet, maakt je lichaam veel meer van die haarvaten aan. Je lichaam kan dus nieuwe haarvaten aanleggen. Ik weet niet hoeveel een getrainde of een niet getrainde persoon aan haarvaten heeft. Maar als we naar een gemiddeld persoon kijken, heb ik wel eens gelezen, heb je volgens mij 100.000 kilometer aan haarvaten door je lichaam heen lopen. Als jij daar wat aantal kilometers bij kan leggen, mag het voor zich spreken dat je beter herstelt. Jullie kennen vast allemaal ook wel lactaat/melkzuur. Je bent aan het trainen en dat zeurige, zeikerige gevoel waardoor je lichaam eigenlijk een signaal afgeeft van oké, het is te veel, we moeten stoppen met deze krachttraining, anders gaat de spier helemaal kapot. Dat melkzuur dat moet ook weer kunnen afgevoerd worden. Des te meer van die haarvaten je hebt, des te sneller dat kan worden afgevoerd. En des te langer jij de drempel kan uitstellen wanneer dat gevoel gaat komen. Dus kan je waarschijnlijk wat extra herhalingen maken. Je kan het sneller afvoeren. Je krijgt daardoor dus minder spierpijn. Al met al, het zijn allemaal voordelen als jij meer haarvaten hebt. Als je kijkt naar sterker worden. Ik persoonlijk, als ik cardio doe, doe ik dit wel na krachttraining. Ik doe dit niet op aparte dagen. Ik train persoonlijk 3 keer in de week. Dus het kan voor iedereen verschillend zijn natuurlijk. Maar als ik 3 keer in de week serieus op kracht train, ga ik niet de dag daarna nog eens hardlopen. Als ik dat combineer met mijn werk, dat is redelijk zwaar, dan herstel ik gewoon niet echt op die dag. En zou ik het dus verschrikkelijk zonde vinden als ik dus een volgende training ga doen en ik door de cardio niet genoeg ben hersteld. Daarbij komt dat als ik die cardio doe, dat ik het niet een uur ga doen. Ik heb daar na 1,5 uur krachttraining /1 uurtje krachttraining, heb ik geen zin, geen tijd om nog eens een keer een uur te gaan hardlopen. Natuurlijk kan je dit wel doen, maar ik vind dat het mijn lichaam op dat moment te veel beschadigt. Ik doe iets van 20 minuutjes gewoon even conditie opbouwen. Gewoon even rustig, ontspannen, hardlopen. Er is natuurlijk een dag, als je 3 keer per week sport, is er natuurlijk een dag dat je 2 dagen rust hebt. Anders kom je niet op die 3 dagen per week uit. En het wil nog wel eens voorkomen dat ik bijvoorbeeld eigenlijk vrijdag en zaterdag 2 rustdagen heb. Dat ik dan op mijn zaterdag nog iets van HIIT training doe. Bijvoorbeeld 20 minuutjes, gewoon even een paar sprintjes trekken. Dus minuutje sprinten, 2 minuutjes rust. Een minuutje sprinten, 2 minuutjes rust. En met rust bedoel ik dan gewoon rustig hardlopen. Dus we staan niet stil, rustig hardlopen. En daarna weer een minuutje vol gas. Totdat ik zo aan een kwartiertje zit, 20 minuten. Eens per week zwaar en zwaar zat. Want dat kan ook mijn herstel in de weg gaan zitten. Is niet,
niet ideaal. Dus wat ik daarmee wil zeggen is, leg de prioriteit bij krachttraining als je echt voor kracht wilt gaan. Als je zegt, als je merkt dat jouw cardio jouw kracht in de weg gaat zitten, dat gaat belemmeren, zonde van je energie, moet je niet willen. Ook vindt niet iedereen cardio even leuk natuurlijk. Maar als jij, er komen binnenkort wel wat vlogs online. Als je kijkt naar mijn trainingen, je kunt meer strongman-stijl trainingen doen. Je kunt er natuurlijk best wel leuk mee spelen en de kracht eigenlijk combineren met cardio. Wat ik ook wel eens met klanten van mij doe, omdat dit gewoon gigantisch goed werkt. Je kunt natuurlijk een circuitje maken. Zeg bijvoorbeeld iets van een log over het press en daarna Atlas Stones. En daarna iets met battle ropes of iets in die trend met slambals gooien, noem maar op. Kan je natuurlijk ook wel zoiets leuks doen. Personen die bijvoorbeeld op CrossFit zitten, doen dit continu. Ja, ze bouwen kracht en cardio op, maar wil je echt alleen focussen op kracht? Zou ik het niet doen. Belemmert je vooruitgang. Als je alleen focust op kracht, zou ik zeggen, oké, na je training, gewoon even 20 minuutjes, gewoon even cardio rustig. Misschien een half uurtje, net van wat je zelf fijn vindt. Dus, Christian, ik hoop dat dit je vraag een beetje beantwoordt. Als iemand anders nog een leuke, interessante vraag hebt, laat even een reactie achter onder de video. En dan zal ik kijken of ik erop terug kan komen. Bedankt en tot de volgende video.